Met nog een mooi BH. Saroy. Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets ontzettend leuks doen. Ik word namelijk zo opgehaald door mijn stagebegeleidster Lisette. En Lisette is dierenarts en ik loop al een paar maanden stage bij haar. En wij gaan samen een buitenritje maken over de Sallandse Heuvelrug. Dat is in Nijverdal volgens mij. Het is goed. Maar ik heb een heel leuk paard mee. Namelijk... Oh, nu moet ik even doorlopen. Saroy! Saroy gaat mee. Sorry voor de camera. Saroy gaat mee, want ik durf nog niet helemaal aan met Max. Om na 3 weken niet te hebben gereden, zomaar buiten te gaan, zeg maar. De bak is echt een modderpoel daarom. Dus ik neem jou mee, hè. Ik denk... Mwah. Nou mensen, we zijn aangekomen in Nijverdal en de paardjes staan hier. En Lisette is even de trailer aan het loskoppelen, want de auto van haar heeft een grote beurt nodig. Dus we dachten, kunnen we direct even lekker buiten rijden. En dit is Emma. En Emma is dus een haflinger. En zoals je ziet is Emma best wel klein, maar Lisette is zo klein, dus dat komt goed. En zijn ruitje staat hier. Dus hier is de autogarage hierachter. En dan moeten we nog een heel stuk door Nijverdal heen. En dan komen we op de Sallandse Heuvel terecht. Jingle bells, jingle all the way. En mijn we hebben even een broodbreak. Even picknicken. Zo lekker, hè, jongen. En er zit ook pinda. Lust je pinda? Ja, 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 ja. Gelukkig. Alsjeblieft. Dank u. Oh. Zo lekker. Sorry. Nee, jij lust geen pindakaas. Dat roze dekje is ook echt wel ultiem mooi. Het past helemaal bij haar, hoor. Het past helemaal bij haar. Penny pony. De penny pony. De echte penny pony. Ja. Sorry, ik had een rode gedaan. Ja? Want omdat we die kerstmuts zo opdeden, oh, daar vloekte ik niet zo. Daar vloekte ik niet zo. Daarvoor heb ik het expres roze gedaan. Ah, jij vloekt. Kom. Doorlopen, kom. Dat haal ik niet, jongen. Kom. Ja, of links. Links en langs kan ook. Ik voel me wel echt een paardenpolitie van dit token.
Goedemiddag, mooi BH. Saroy. We zijn weer terug van ons buitenritje en ik heb een paar hele mooie beelden gemaakt. Ik sta hier nou bij Emma, want die staat dus eventjes de dekens op aan het halen. Maar het was echt ontzettend mooi. We zijn ongeveer 2 uur weg geweest. De paarden waren heel braaf. Jullie zagen dat we eerst een stuk door Nijverdal heen moesten om bij het bos te komen. Maar dat was ook heel grappig, want al die mensen keken echt van wow, wat paarden en zo. Echt super leuk. Maar ze waren echt zo braaf. Niet normaal. We kunnen echt wel politiepaarden worden. Dus ja, Saroy staat daar. Dan moet ik ze nog even afzalen. En dekentje op, want Saroy is natuurlijk geschoren. Dus ik moet wel snel zijn deken op. Maar hij heeft ook echt ontzettend goed gedaan. Ik had vergeten af te sluiten, dus daarom doe ik dat nu eventjes. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En wil je ons nou vaker buitenritten zien maken? Zoals deze, want dat ga ik inderdaad vaker doen met Lisa. Heel erg leuk. En misschien neem ik de volgende keer wel Max mee. Dus ik ben heel benieuwd. Maar in ieder geval, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. En ik zie jullie de volgende keer weer. En trouwens, volgens mij komt deze volgende week. Nee. Gelukkig nieuwjaar. Het is volgens mij echt nog maar... Wat is vandaag best? Ik ga even kijken. Het is 28 december vandaag. Maar deze video komt volgende week pas online. Dat betekent dat het nieuwe jaar alweer is begonnen. En heb je nou een hele leuke, goede voornemen voor... Wow. Wat moet ik dus zeggen? Heb je nou een hele leuke, goede voornemen voor 2018? Laat deze dan even onder in reacties. En ik ben heel benieuwd naar al jullie voornemens. Wat mijn voornemen is, heb ik echt helemaal geen idee naar. Want 2017 was voor mij echt een rot jaar. Echt gewoon... rot. Dus... ik hoop dat 2018 veel beter wordt voor mij. En ja, van jou is het. De camera is me serieus nu al 3 keer uitgevallen. Maar in ieder geval, doei doei! Goed, zet ons al hier. Podium. Nee, niet doen jongens. Geen podium.